Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Disney Handicare. Ja, vandaag ga ik het hebben over Harry Potter en Disney, of Disney en Harry Potter. Het is maar hoe je het wilt hebben. Maar voordat ik ga beginnen, ga ik me eerst even een Harry Potter stijl geven. Up. 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 Zo. En nu rest mij nog, een goochelspreukje, nee. Expecto, Jani, Transformi. Zo, dat is veel beter. Wat ik wil vertellen. Een tijdje geleden was ik bij mijn beste vriendin naar Fantastic Beasts 2 gaan kijken. Nou, mijn beste vriendin, die is een Harry Potter fan / Disney fan. En dat ben ik zelf ook. En toen ben ik gaan denken, eigenlijk ken ik kei veel Disney fans die ook Harry Potter fan zijn. En ik vroeg me eigenlijk af hoe dat kwam en zo. En ik ben erover gaan nadenken en zo, wat ik daar zelf van vond. Ja, natuurlijk vind ik dat leuk. Want Harry Potter is kei magisch. En Disney is kei magisch. Dus ik vond dat kei leuk. Ja, ik kan niet goed begrijpen waarom. Ik heb ook een kleine poll gedaan. Daaruit bleek dat er geen bepaalde band tussen Disney en Harry Potter was voor velen. Maar dat ze het gewoon leuk vonden. Ja, ik weet ook niet of er een band tussen Disney en Harry Potter is. Ik weet wel dat Disney in der tijd de idee had om een pretpark te maken rond Harry Potter. Ja, helaas is dat niet gebeurd. Helaas is Universal bij het idee gaan lopen. Ja, ik vind het een beetje jammer. Maar als ik ooit over de plas geraak en in Californië of in Florida geraak, dan ga ik niet alleen naar Disneyland of Disney World, maar dan ga ik ook naar de Universal Studios voor de Wizarding World of Harry Potter te zien. Want dat wil ik echt zien. Ik ben ook, ik ben een Harry Potter fan. Ja, verder zijn er ook heel veel Disney crossovers te vinden. Ja, in de vorm van tekeningen zoals deze. En deze. En deze leuke. Maar dat brengt me nog altijd niet op het idee waarom Disney en Harry Potter zo geliefd zijn door dezelfde personen. Ja, ik kan er nu uren over blijven doorzeuren. Maar mijn persoonlijke gedachte is dat echt dezelfde magie uitstraalt, weet je. En ook, je krijgt levenslessen bij Disney. En die krijg je heel zeker ook bij Harry Potter. Levenslessen die heel belangrijk zijn. Die Disney fans en Harry Potter fans maken. Van de mensen die ze zijn. Natuurlijk ook door hun ouders, door familie, door vrienden. Maar onze Disney en onze Harry Potter, die helpen heel zeker mee. Ook net zoals bij Disney. Krijg je de boodschap van, goh, wat er ook gebeurt, het kan altijd goed komen. Bekijk Belle. Het is een dorpsmeisje dat er niemand wordt begrepen. En toch komt het goed bij haar. Ze eindigt uiteindelijk in een kasteel. Daar leert ze dat beest kennen. Ze ziet dwars door de beest heen. En uiteindelijk verandert die beest in een prins en heeft ze een mooi leven samen met haar vader. Dus dat is een mooi verhaal. En dat is net zoals bij Harry Potter eigenlijk. Of bij Hermeline, want Hermeline en Belle. Ja, laat maar zijn. Maar Harry Potter, die zit bij de Dufflings, waar niemand hem begrijpt. En dan op een keer komt die brief van Hogwarts. En gaat die hele jongen zijn wereld open.
Dus dat is zo, hè? En uiteindelijk, het eindigt ook best goed, Barry Pot, hè? Hij leidt een normaal leven als de werelds bekendste of beste tovenaar. Maar hij heeft het niet slecht. Hij heeft het alleszins beter als Duffelings, als bij de Duffelings. Dus in dat opzicht denk ik dat we dezelfde levensles krijgen van, goh, wat er ook gebeurt, hoe erg het ook kan zijn, en dat heb ik gisteren ook nog van mijn beste vriendin gehoord, van hoe erg het ook kan zijn, het kan altijd beter worden. Ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi. En ik denk dat dat de aantrekkingskracht is die Disney en Harry Potter samen hebben. En ik denk dat dat ook het feit maakt dat Disney en Harry Potter fans, ja, ook dezelfde categorie zitten, hè? Heel vaak zijn dan Disney fans Harry Potter fans. En ja, misschien wordt er ook wel eens een Harry Potter fan een Disney fan. Dat weet ik dus niet. Maar het zou wel kunnen dat, ja, een Harry Potter fan ook een Disney fan wordt. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ikzelf, ik word echt door die magie aangetrokken. Ik vind Harry Potter geweldig. Ik vind Fantastic Beasts geweldig. Ja, ik hou zelf ook enorm van goochelen. Dus alles wat met magie te maken heeft, vind ik helemaal geweldig. En ja, ik ben ook echt opgegroeid met Harry Potter. Ik was een jonge tiener toen het eerste boek uitkwam. En ja, vandaag de dag ben ik 31. En ik ben dus vorige week naar Fantastic Beasts gaan kijken. Dus ik kan me een wereld zonder de magische wereld van Harry Potter en Co. echt niet voorstellen. Mijn haar gaan omhoog staan bij. Bah! Ja, ik heb hier een cloak aan. Dus daarom dat je mijn haren er niet ziet doorkomen. Anders. Mijn haren stonden recht omhoog van die toen. Dus. Dat betekent Harry Potter heel zeker voor mij. En ik denk ook voor heel veel andere Disney-fans dat hetzelfde betekent, zeg maar. En daarom denk ik ook dat Harry Potter-fans en Disney-fans elkaar daarin kunnen vinden. En eigenlijk ben ik ook wel eens benieuwd naar jullie verhalen. Dus als ik hier zelfs gedaan heb. Ik vraag jullie graag om hieronder in de comments even jullie ideeën over Disney en Harry Potter samen of apart even op te schrijven. Dat zou ik heel leuk vinden. Maar daar zijn we nog niet aan begonnen natuurlijk. Eerst moet ik uitgezeurd zijn, vooraleer dat kan natuurlijk. Of jullie kunnen natuurlijk nu ook schrijven. Maar ja. Verder heb je natuurlijk ook de mythische wezens in Harry Potter. En die heb je eigenlijk ook wel bij Disney. En ik denk ook dat eigenlijk een aantrekkingskracht is, denk ik. Maar het zou kunnen van niet. En misschien hopen we wel dat onze favoriete Disney-figuren ergens op Hogwarts terechtkomen. Dankzij onze crossovers. Denk maar aan Ariel tussen de zeemerminnen van Hogwarts of Jasmine op een bezemstaf in plaats van op een vliegend tapijt. En Milo van Atlantis. Ja, dat zou toch een geweldige vriend van Harry Potter kunnen zijn. Ik bedoel. Ze hebben dezelfde bril. Hè? Hier, kijk. Zie mijn bril. Ik heb hier de Harry Potter bril op. Dat is toch ook de bril van Milo. Ik bedoel, zouden zelfs broers kunnen zijn. Dus misschien, in zekere zin, ja, zouden ze beste vrienden of zelfs broers kunnen zijn. Dus ik denk ook dat we een beetje onze Disney-vrienden in die wereld kunnen plaatsen. Ik denk dat ook dat een invloed heeft. Ik weet het totaal niet. Het zijn allemaal gedachten die ik vandaag wil delen in deze video. Ik weet alleszins één ding. Ja, Harry Potter en Disney fans, die kunnen elkaar keigoed vinden. Echt keigoed. En ik ben echt benieuwd naar jullie verhalen. Echt waar.
Dus laat alsjeblieft weten. En dan rest me nog maar één ding. Namelijk even mijn onzichtbaarheidsmantel te pakken. En even hier magistraal te verdwijnen. Ja, knap hè, zo'n onzichtbaarheidsmantel. Hopelijk vonden jullie dit een beetje een leuke video. Ik heb vooral veel gezeurd, vind ik van mezelf. Graag tot de volgende keer. Vergeet jullie niet te abonneren. Laat in de comments alles achter wat ik jullie gevraagd heb. En graag tot de volgende keer. Doei!